wat ik zo mooi vind, is dat een sporticoon van zo lang geleden nog zoveel teweeg weet te brengen. Zoveel tot stand weet te brengen, zoveel mensen weet te enthousiasmeren. Ja, ik vind het gewoon geweldig. Nou, jullie zien het achter mij. Kinderen zijn volop aan het zwemmen. En volgens mij gaat het nog wel even door. Ik train in dit bad en ik heb toevallig een week geleden de plaquetten gezien voor het eerst. En ik zag 1.059 op de 100 meter vrije slag. Toen dacht ik, in die tijd, met die trainingsmethodieken, met toch ook een ander zwembad waar je nog veel lastiger die snelheden kon halen. Ik vind het heel erg knap. Het is belangrijk dat ook de kinderen van nu zien wat je dus eigenlijk kan doen als je echt heel hard wil zwemmen. En het is natuurlijk een mooi voorbeeld voor die Mastenbroek. Als je ziet wat ze gedaan heeft, is het heel erg inspirerend. En die verbinding is heel erg mooi. Ja, het is natuurlijk allemaal altijd veel te laat, maar het is wel zo dat iedereen weet nu weer een beetje wie Rien Mastenbroek was. En dat is toch een van de grootste voorlogsvrouwen die er geweest is. Dit had ze zo mooi gevonden. Ik weet alleen maar, daar hadden we het vorig jaar al over, dat Rien die was echt bescheiden. Die had een soort valse bescheidenheid, maar hier had ze gewoon echt heel erg trots op geweest.